De gemeente Eindhoven is woensdag begonnen met de werkzaamheden aan de kruising Akseweg Zuid-Bezuidenhoutseweg. Op de Akseweg Zuid worden zogenaamde 50 kilometer drempels geplaatst om het verkeer op die voorrangsweg af te remmen. Sinds de kruising in april 2014 opnieuw werd ingericht, gebeurden er veel ongelukken op de kruising. Eindhovenaar Harry de Mol zet zich al geruime tijd in om de kruising veiliger te maken. Zo filmde hij de afgelopen maanden tal van bijna ongelukken. Oei, oei, oei. Ook uw IDTV-verslaggever raakte bijna betrokken bij een ongeval toen hij toevallig een keer de camera in de auto aan had staan toen hij de kruising naderde. Godverdomme! Harry de Mol is blij dat er nu iets gebeurt, maar als je kijkt hoe hoog die drempels zijn, daar vliegen de snelheidsmaniakken nog steeds overheen. Aldus zijn eerste reactie. De aanleg van de drempels is voor hem dan ook geen reden om te stoppen met het filmen, want de veiligheid is nog steeds in het geding. Volgens hem waren 30 kilometer drempels beter op zijn plek geweest op de Akseweg Zuid. Ja, bijna. Tjonge, jonge, jonge. Oh, jongens, hier, kijk dan, een auto. Gewoon oversteken. Vanaf volgende week gaat hij dan ook weer gewoon filmen. Kijk mee naar de bijna ongelukken die de Mol filmde vanaf begin oktober. Nee, oh! Oeh! Nou, die zat er bijna op. Oh, nee. Oh, die fiets. Ja, wie heeft er nou voorrang, hè? Als je op een voorrangsweg zit. Jongen.